Hallo en welkom bij Oude Westen TV. Vandaag staan er weer een paar leuke items op het programma. Laten we eens een kijkje gaan nemen. We zijn neergestreken bij iets heel bijzonders, dames en heren. Namelijk een modeshow van Salon de Afrique. De dames die hebben de catwalk trainingen in het Oude Westen gehad, in de Pauluskerk. En ik heb net al een beetje binnen kunnen spieken. Alles is geheel in Afrikaanse stijlen. We zijn ook heel erg blij dat we hier vanavond bij kunnen zijn. We zijn heel erg benieuwd hoe de show er zelf uit gaat zien. We staan aan het begin van de show. Het kleurt al heerlijk, allerlei kleuren die binnenkomen wandelen. Ik ben heel erg benieuwd. Ik sta hier naast deze kleurrijk geklede mevrouw. Volgens mij al helemaal in de stijl van wat we dadelijk gaan zien. Wij hebben stiekem al eventjes binnen kunnen kijken. Ja. Je bent nu nog niet de kerk in geweest. Nee. Ik ben heel erg benieuwd. Wat is het beeld wat nu op jouw netvlies staat? Wat verwacht je te gaan zien? Ik heb een uitnodiging gehad van Anja, maar er zat een briefje bij van haar vriendinnen. Of wij wilden bijdragen aan een buffet. Dus of we allemaal iets wilden meenemen voor een buffet. Dus ik verwacht dat er een lange tafel staat waarop wij onze bijdrage kwijt kunnen. Ik denk dat het heel leuk Afrikaans is aangekleed. Ik weet dat er een modeshow is. En ja, ik heb zelf ook maar een Afrikaans tintje aangetrokken. Ja, ik heb al een beetje van. Even iets dames en Het is hier een drukte van je welste, dames en heren. Naast alle kleuren die wij zien, is er natuurlijk ook een heerlijk buffet vandaag. Het buffet is ingericht, toch wel een beetje in hier en daar Afrikaanse hapjes, maar ook gewoon hele andere hapjes. Zoals u ziet, dames en heren, is het hier op de achtergrond van mij heel erg druk. De zaal die kleurt natuurlijk nog steeds in allerlei kleuren die je maar kan bedenken. En de mensen die druppelen langzaam binnen. En om 6:15 hier gaat het strakjes van start. We zijn nog steeds heel erg benieuwd wat we vanavond allemaal kunnen zien. We hebben ook al wat mensen gesproken buiten de camera om. En zij geven aan dat het niet alleen een kleurrijk programma wordt, maar ook een heel divers programma. Zo kunnen we bijvoorbeeld ook kinderen op de catwalk gaan verwachten. We gaan het allemaal zien vanavond. In ieder geval is één ding zeker. We zitten eerste rang. Ik heb één nog niet afgezet. Er zijn nog steeds mensen aan het spotten die een hapje en een drankje aan het nuttigen zijn. Maar er wordt hier ook druk gewerkt, zie ik. Hoe staat het ervoor? Wat een heerlijke hapjes en een drankjes. Dat mag wel even gezegd worden, denk ik. Hoe gaat het tot nu toe? Nou, het gaat goed. Al die hapjes en drankjes zijn door iedereen gewoon gezellig meegenomen. Dus het is eigenlijk een heel makkelijk concept. Je stopt een briefje in de uitnodiging van Anja houdt niet van koken, maar wel van lekker eten. Neem iets lekkers mee en het resultaat verschijnt hier en aan de andere kant van de kerk. Dus we hebben dubbel buffet. Dat heeft zich geresulteerd in heel wat hapjes inderdaad.
zijn in de Museumstraat. En zoals jullie zien zijn wij hier met een hele gezellige ploeg buren. En we nemen lekker een bakje koffie erbij en iets lekkers. En zo doen we dit een paar keer per jaar. Vegen ook ons straatje. Gezellig muziekje erbij, ook erg belangrijk. Museumstraat houdt erg van muziek. En van fleurigheid. Zo. En dan gaat hij gewoon door. Ja, ja. Het is zondag 22 april en we zijn met alle bewoners lekker de straat weer helemaal gezellig aan maken. Mooie plantjes neerzetten. En het budget hebben we van het opzomerteam en de schoonmaak. Want alles wordt weer gezellig en mooi gemaakt voor het voorjaar. Dus iedereen is actief met een hapje en een drankje. En de ene buurvrouw maakt lekkere pastijtjes en de ander doet dit. Dus we zijn lekker bezig. Maar ze geven regen op, dus we gaan daar ook nog even de partytenten bij opzetten. En ja, wij zijn een actieve straat. Dat vind ik wel heel belangrijk. En dat is niet alleen nu, maar ook met de kerstmis doen we ook hele leuke dingen altijd. Dus we krijgen er veel complimentjes over. En dat houden we ook zo, hoop ik. Museum is genomineerd voor de Bank Giro Loterij Museumprijs 2018. Wat een feest! De andere genomineerden zijn Geofort Herwijnen en Science Center Delft. En gaat het Maritiem Museum dit jaar de prijs winnen? Dat is de vraag die heerst. Alle reden dus
voor een bezoekje. Naast mij staat inmiddels Elisabeth Oosterling van de afdeling Marketing en Communicatie. Het Maritiem Museum. Jullie zijn genomineerd voor de Museumprijs 2018. Ja, dat klopt. Best wel uniek. Ja, een hele eer. Ja, echt superleuk. En we zijn nu heel hard bezig om zoveel mogelijk stemmen te verzamelen. Dus tot en met 8 mei is het stemmen. En dan 18 mei horen we pas echt of we gewonnen hebben. Kijk, de deur die gaat hier open, dames en heren. En dan komen we in een ruimte. Ik zie laarzen, helmpjes, hesjes. Wat gebeurt hier precies? Nou, hier zien mensen als eerste de film. En dan krijgen ze iets meer te horen over hoe dat nou gaat aan boord van een boorplatform. Wat veilig is en wat niet. En dan kunnen ze zelf een hesje en een helm opdoen, aandoen en laarzen aan. Want het is natuurlijk echt op een platform moet je goed aangekleed zijn, alles veilig. En dan check je in en gaan we naar boven. We wilden laten zien wat offshore eigenlijk is, want Nederland is heel groot in deze sector. En tegelijkertijd weten mensen er eigenlijk vrij weinig van. Dus het is echt een poging om te laten zien van wat gebeurt er nou eigenlijk midden op zee. Volgens mij gaan we nu 3000 meter naar beneden, naar de zeebodem, denk ik. Dit is dan die lift. Nou, en ja, we gaan het nu een beetje meemaken wat er gaat gebeuren. De diepzee. Eerste tussenstop Noordzeebodem. Destination the deep sea. We hebben de offshore gehad, dames en heren. Hartstikke leuk. Hele leuke experience. En we gaan nu naar de museumhaven toe. En wat kunnen we daar eigenlijk allemaal precies gaan zien? Nou, is ook weer een hoop techniek. Ambachten, maritieme ambachten, kun je meer over te weten komen. En dat is eigenlijk ook het doel wat we hebben met onze prijs. Dus als we winnen, dan zouden we heel graag dat willen inzetten voor een nieuwe paviljoen. En daarbij is al heel erg veel op de kade gezet, meer informatie, er is een app ontwikkeld. Dus er is al heel veel te zien, maar we hopen dat eigenlijk nog meer te gaan uitbreiden als we de prijs winnen. Het paviljoen komt er sowieso, dat is in samenwerking met onder andere de gemeente. En daarin komen 2 werkplaatsen van het Maritiem Museum. En daarin willen we heel graag een interactie met de bezoeker. Om te laten zien wat wordt er nou eigenlijk in bijvoorbeeld een smederij gedaan. En hoe zien ambachten nou eigenlijk uit in de haven. Het is een sector waar best wel weinig over bekend is bij het meeste publiek. En dan is het toch wel leuk als de jongeren van het platform komen die zeggen... Hey, dat lijkt me hartstikke leuk om in de maritieme wezen of juist in de offshore sector te werken. Wat er dan in de haven binnenkomt, kunnen ze hier bijvoorbeeld achterkomen. En meer over de kranen, over de graanelevator bijvoorbeeld, die nu weer in onze haven ligt. Dus het is volop. Je kunt hier van alles, heel veel verschillende dingen. En dan zijn we alweer, dames en heren, bij het einde van de kade beland. Wij hebben hier een heel goed inkijkje kunnen krijgen vandaag in wat het Maritiem Museum allemaal biedt. En dan komen we natuurlijk nog even uit op het belangrijkste punt, namelijk hoe kunnen de mensen stemmen op het Maritiem? Dat kan via www.museumprijs.nl en dan voer je je mailadres en je naam in en dan heb je gestemd. Nou ja, gewoon stemmen, dames en heren. Elisabeth, ik dank je heel erg hartelijk voor je tijd, je rondleiding hier vandaag. En vanuit het Maritiem zeg ik schip ahoy en tot snel. Dit was het weer voor vandaag. Hopelijk zie ik u donderdag weer terug. Voor meer informatie en kijkplezier ga naar www.oudewest.tv.